Een hele grote groep hier zo. Omdat er één, denk ik, ook bladeren liggen en twee, wij zijn hier. Yes mensen, het is hartstikke bultscherm voor de honderdste keer Pablo. Pablo is normaal ook altijd het bultscherm, maar Ik moet maat. Het is ook zo lui weer, man. Vandaag heb ik wat super leuks voor jullie. Ik ga vandaag PTD, de Stoke Meeting, crashen. Ze weten niet dat ik kom. Ik kom lekker onaangekondigd. Ik kom gewoon lekker langs. Hey, Arts, mensen, je weet toch. Arts komt natuurlijk niet met lege handen als de rest. Nee, Arts gaat lekker vuurwerk uitdelen, mensen. Ik heb nog een doosje knetterballen die ga ik meenemen. Gaan we lekker stoken vanmiddag. Gaan we lekker PTD even overvallen. En iedereen die zijn telefoon bij zich heeft, ben je abonnee? En het belletje dat aan? Hey, dan heb je gratis vuurwerk van Arts. Weet toch, knetterballetjes, alles heb bij me. Het is Let's go. Ga je ook mee, Gucci? Vergeet het niet, de levensles van Atos. En dat luidt heel simpel. Het is niet een hele zin of een alinea of een heel hoofdstuk. Het is één zinnetje. Gek moet je wezen. Gek moet je wezen. Vier woorden. Waarom gek moet je wezen? Waarom staat het overal bij gek moet je wezen? Omdat als je niet gek bent, dan ja, je moet soms een beetje gek zijn, toch? Even doorpushen, laten zien wie de baas is. Gek moet je wezen. Dat bedoel ik niet gestoord, neem maar gewoon gek. Op een positieve, leuke manier. Scheid en alles hebben. En gewoon doorzetten wat je graag wil. Snap je? Dat is gewoon belangrijk, denk ik. Toch, man? Knie. Ja, ik denk het ook. Let's go. Vergeet te liken. Oh, jochie. Hey, Pablo. Kus me maar. Yay. Genoeg gekloot, hè? Oké, zijn we nu dus onderweg naar Apeldoorn. Met de stoke meeting van PTD. Staan met Melena. Hey. Ja, ik mag niet meer rijden ook trouwens de maand. Dan ben ik onverzekerd. Dus ik kan helaas niet rijden. Dus Melena is de hele Bob in principe, ja. Nog alleen maar Bob. Melena, Bob. Ik ben rijden met die Bob. Privéchauffeur. Dus, maar ja, dat gaat nog even duren. Sowieso nog 8 weken. Tenminste, 8 weken dat deze misschien af mag. Maar auto rijden. Het kan nog eventjes duren. Maar ja, hoop het snel dat het snel goed verloopt. Gaan we al vanuit, toch? Het is mooi weer. Eens kijken. Het zonnetje schijnt, dus laten we lekker veel vuurwerk afsteken. Ah, ik heb 2 dozen, kijk mensen, knetterballen, allemaal knetterballen. Nogmaals mensen, kijk deze video, abonneer nu direct op Artos en zet dat belletje aan. Mocht je tegenkomen op een meeting of ergens en ik heb vuurwerk bij me en ik zeg van hey, laat je telefoon eens zien, ga eens naar mijn kanaal en er staat geabonneerd en het belletje aan, krijg je gewoon vuurwerk van Artos. Hey. Dus dat geldt nog tot 2020 in januari, want dan kan het niet meer. Dan moet je weer een jaar wachten. We zijn bij de stoke meeting van PTD. Ze weten niet waar wij komen, maar we hebben wat moois meegenomen. Kom nooit met lege handen. Go! Nu gaan we het even bekijken. Dat was echt een verrassing. Ik moet even linken. We hebben even crashen, wat leuks meegenomen. Ja, altijd gezellig. Wat zijn de plannen van vandaag? Ja, gewoon gekke dingen stoken. Gek doen. En dan gewoon zoveel mogelijk chaos creëren, man. Ja, toch? Ik vind het wel leuk om met jou te staan. Aan de eer aan jou. Mag ik zo, Nick? Ja, oppassen. Hoppakee. Hey, de stoke meeting is geopend. Ja! Dit is niet heel joh. Ja,
Nee. Daar ben ik weer. Nu gaat het gebeuren, wat zei je? Nee. Dat die rookbom kan gewoon niet meer peuken steken. Zo erg is die rook. Er is nog rook genoeg, toch? Zo hoog, nu wordt het eindelijk interessant. Het wordt interessant. Een hele grote groep hier zo. Omdat er één, denk ik, ook bladeren liggen. En twee, wij zijn hier. Oké, mensen zijn weggestuurd. Door deze jongens. Nee, nee, de politie. De politie daar. Hij staat daar ergens met zijn motor, maar we moeten weg, man. Nee, helaas. Heel jammer. We gaan naar de volgende locatie. We gaan naar de volgende locatie. Volgende locatie! Nu al 6 meldingen van de politie. Hoppakee. Ik heb een nieuwe cameraman aangenomen, jongens. Lekker. Oké, mensen, we gaan even naar een nieuwe locatie. We hebben gehoord bij het industrieterrein. We zijn weggestuurd. Eigenlijk, waarom is een aparte vraag? Want categorie 1 mag je het hele jaar afsteken. Dus eigenlijk hebben we niks verkeerd gedaan. Daarom heb ik geen boete gehad natuurlijk. Maar toch word je weggestuurd. Het is een vrij land. Dingen die je mag doen, maar je mag het ook weer niet doen. Hé? Hoe kan dat nou? Ondertussen, een groep, dat doen ze niet. Groepsverplaatsing. Kijk dit dan. Hey. Nieuwe aanhang. Dat is een leuke. PTD had niet verwacht dat we kwamen. Hij zei, hey, ik was verrast. Was ik de bedoeling? Maar helaas hebben we maar 5 minuten kunnen crashen. Hopelijk dat we op de nieuwe locatie iets langer kunnen blijven. En dat we vandaag wat leuke projects kunnen maken. Maar we gaan het zien, mensen. Het is altijd een beetje een moeilijk gebied, dat vuurwerk. Ik ga twee mensen even kijken. Ja, die hebben mijn hand kort. Ga je kijken wie je abonneer bent? Ja. Ben ik jou abonneer? Nee. Ja, ik moet het zien. Ik wil het eerst zien. Ja, tuurlijk. Ik hoop hoor. Instagram volg ik je. Ja? En het belletje aan, het is oké. Ik ga wat spullen pakken. En het belletje. Kijk eens. Begin even bij hem kijken op zijn YouTube. Hij is geabonneerd en had het belletje aan. Oh. Deze baas ook. Al 4 jaar. En deze baas ook. Dus mensen, kom je mij tegen? Ik zou zeggen, je moet altijd geabonneerd zijn en het belletje op aanstaan. Want dan maak ik een kans op vuurwerk weer uit. Dus nee, geen probleem. Ga naar YouTube. Ik heb geen idee. Wil ik het alvast laten zien? Aartos. Nee, ik vraag al. Ja, Aartos. Hij is geabonneerd. Ik ben nog niet geabonneerd. Belletje aan. Alles ontvangen. We hebben nog een winnaar. Kijk eens aan, maat. Stoken met die handen. Nieuwe. Nee, we hebben het echt gedaan. Vooruit dan. De laatste. Nog een winnaar. Iedereen is geabonneerd. Belletje aanzetten. Nu. Even weglopen, jongens. Iedereen is nu aan het abonneren. Ik heb nog maar 1 doosje kut. Wat moet ik doen? Helpen. Ik heb nog maar 1 weggegeven. Ik weet wat. Nee, we gaan even in de... Wacht even. Ik wil een push-up. Hij heeft deze gewonnen. Wat heb jij? Opdruk, kom op! Allemaal op een rijtje! In deze keer! Ja, laat zien dan! Wacht! Allemaal op een rijtje! Het is ook sportiviteit, hè? Kom maar! Even deze ga je niet pakken! Wil je mij opdrukken? Laatste pakje! Schijt alsjeblieft! Schijt in de rest! Alleen jullie twee? Ja! Is dit alles? Doe ook mee! Wil je mee, hoor! Ja? Nou, dan maken jullie meer kans, jongens! Laat me zien! Ga maar staan! Sigaret! Op mijn tel! Doe niet meer kans! 1! Kom, push op dan. 1, 2, yes, doorgaan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kom op, kom op. Met de sigaret, met de sigaret. Hey, de rook is slecht voor, joh. Kom dan. Blijf doorgaan. We hebben 1 opgegeven, Blijf doorgaan. Nee, blijf doorgaan. Doe gewoon nog 1 mee. Kom op. Ja. Blijf doorgaan. Hey, allemaal knetterballetjes. Doe het, doe je knetterballen, jongens. Kom op. Kom op, jongens. Kom op. Kom op. Ja. Kunnen dan! Nee! Van de YouTube, Atos. Abonneer snel, belletje aan. Ik ben ook geabonneerd. Laat zien. Geabonneerd en het belletje aan. Ja, totaal. Tuurlijk. Alsjeblieft. De laatste. Hé, dat doen we bij Atos. We hebben nog eentje over. Ik wil weer, we gaan weer even een, iets doen, een challenge. Wat, wat, kom! Van die boom daar. Die eerst teruggedaan hebben. 3, 2, 1, rennen! Dat was een beetje volgesteld. We maken er gewoon een sportieve dag van, dat weet je. Ja, ik zie je winnaar, Het gaat als ze bezig zijn, weet je hoor. Kijk. Die zijn vet. Hey, zo werkt het op YouTube, hè. Aartjes komt met dozen vol, die geeft iedereen dozen weg. En dan vraag ik van donatie terug en niet meer als dit komt hij terug. Ik moet meer zien. Oké. Jij, jongen, wacht. Is goed. Hey, Luc, krijg je dat voor? Ja, maar jij, dit is geen kat 1. Klaar voor? Ja, je moet aanzetten. Dat is eigenlijk. Oh, dat ga ik.
Hey, maak een rondje met Gert. Helemaal fout hier. Duik omhoog, lekker. Bestel op arts.nl. Kun je verlachen, toch? Alleen te bestellen op arts.nl. Hier, gewoon hierheen! Hey, Melle! Hier! Overgooien met zo'n ding! Zo. Wat doe je nou, joh? Kijk nog aan! Dat werkt niet. Hey, joh! Kijk! Pak maar! Oh, dankjewel, man. Hoppakee. Wat is het? Gewoon tolletjes. Lekker stoten. Ja. Kan je even iemand deze openmaken? Gaan die allemaal tegelijk in de hand steken? Ja? Cool. En helpen allemaal openmaken. Heb ik nog meer? Wat hè? Zie, doe er nog een doosje bij. Yes. Doneersessie is geopend. Doneren maar, jongens. Laat zien dat jullie ook een beetje gil zijn naar artsen toe. We gaan even stoken. Mag ik nog een bakje opgooien? Lekker, jongens. Doneren voor Aartos. Hoppakee. Je weet toch, belletje aan, jongens. Belletje aan, ze hoort dat. Nou, heb je voor mij? Ja, ik heb precies. Je hebt, hoe noem het, ijsthee? Ja. Dat mag wel. Lekker, jongens, lekker. Blijf doneren. Alles erop. Duurt lang. Zo, dit. Ik kan niet meer wachten. We staan natuurlijk met Mich, PTD. Yes. Leuke meeting. Ja, meeting, toch? Ja, man. Heel gezeik net. Ja, je ogen zitten vaak in meetings, toch? Ja, man. Ik heb een meeting een week geleden gekregen. Ik bedoel dat ik jouw naam had. Dus sorry, man. Nee, joh. Sorry. Ik sta nooit meer naar me, ja? Nee, maar je mag gewoon een beetje een meeting doen, toch? Ja, toch. Nee, dat dacht ik ook al. Maar wat vind je ervan? Hier zo? Ja, jij kwam ineens aan met een heel gek pelletje of zo. Ja, en toen kon ik meteen weer gaan. Ja, ik dacht jij komt met compounds. Nee. Ik was het normaal houden helaas. Ik kan alleen in België. Nee, maar vet dat je er bent, man, sowieso. Ja, kom lachen, even crashen, even PTD crashen. Ja, beetje, het schijnt zo te zijn. Ga nog een poosje daar. We zijn al geweest. De video's komen nog wel Nee, maar we volgend jaar gaan we weer. Oké, okay. Hak mee. Ja, misschien gaan we wel even een tripje maken. Moeten we wel doen. Yo, chaos. Chaos. De chef van Mich. Ciao. Gefeliciteerd met je meeting. Thanks, man. Jij bent terecht gehaald. Ja, nou, ik hoop het niet voor hem. Yes, aansteken. Aansteken, ja, man. Hier is er een aansteken. Ik wil aansteken. Hoe zijn dat, sir?
Genoeg, ja, genoeg. Neerzetten, hoppa. Zullen we alles op de hoogte? Ja, is goed, man. Dit is categorie 4, jongens. We gaan wel lekker stoken. Ik geef al man. Een hele doos. Hij heeft de gang, erin. Hij heeft de gang erin. Lekker jongens, lekker. Laten we alles geven. Anders leggen we alles even recht omhoog. Nu steek in één keer af. Ja toch? Dat was vet. Eer is aan jou. Om hem aan te steken? Ja man. Als er een plusje komt, zeg hij wat. Ja, snap je. Steek me gewoon wat. Wegwezen! Ik heb hier de tank, de soort tank, we kijken. Een tank. Het is een tank. Ja, 4 dollar. Wacht even, kom. Ik heb. Oh. Nou. Hij deed wel fijn hem hoor, ik zeg je eerlijk. Hij maakt een heel hard piep voor. That's it. En nu is de vraag, hè? Gooi ze alles in de doos, denk je, of gooi ze de helft in de zak? Dat denk ik. Ik denk dat de helft in de zak heel veel uitgedeeld. Ja. En ik zag niet zoveel aanstaan. Nee, ik zie het wel vaker. Maar dit is een test. Kan ik jullie vertrouwen? Vullen die doos. Hey jongens, ik wil heel even horen. Wie is de beste knaap van Nederland? Hard! Meter. 2000 ongeveer. Zei je? 2000? 2000, jongen, makkelijk. Binnenkort weer op Aardos mensen. Dus er weer heel veel stooksessies. Stookplezier met iedereen. Kijk. Hey! 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 Vergeleken met mijn hand, hè, dit. Lekker, hè? Veel te veel, dit. Lekker, lekker. Oh, wisselen wij. Oké, nou, allemaal veilig aanstaan. Hier komt een dikke. Hier komt echt een dikke vlam uit, hè? 2, 1. 1,5, yes! En wegwezen! Dit is leuk, jongens! Doe dit thuis niet na. Sowieso niet. Alleen in de kleine versie, maar anders nee. Dit is de Aardoswolk. Ja! Aardoswolk! Waar is jouw karton? Mijn karton? Ja. Die is op, man. Nee, we hebben geen karton cobras even erop gooien. Ja, dat doen we niet meer. Nee, dat mag niet meer, hè. Nee. Dan hebben we gelijk politie. Hoeveel likes gaan we naar Polen toe? Wat zullen we doen? 3000 likes. Gaan wij ik en Aard naar Polen? Ja? Ja? Bij deze staat, hoor. Ja? Rustig, oké, is goed zo.
in beeld, hè, en dan afsteken, daar ga ik geen en we blijven mensen die graag wel wat... Wat was smaakt? Oké mensen, dit was even crashen bij PTD. Was een leuke stookdag met z'n allen. Yeah. Dus ja, laten we z'n allen even schreeuwen man, kom op! Yeah. Zo, nou, dat was wel even gezellig. Ging eventjes dus de meeting van PTD crashen. Hij vond het super leuk dat we langs kwamen. Dus de kerst over natuurlijk ook terug naar PTD. Ja, het was leuk om weer te ontmoeten. Nieuwe fans, nieuwe kijkers. Altijd welkom, vind het super leuk. Nogmaals, wees allemaal geabonneerd en heb het belletje van aanstaan. Want de volgende keer als ik je tegenkom, want ik heb weer vuurwerk bij me. Of misschien wel andere prijzen. Want dit gaat gewoon het hele jaar door, volgend jaar door. Alleen niet altijd met vuurwerk, ik moet ook andere prijzen. Maar kom ik erachter dat je geen abonnee bent en er niet het belletje aan hebt staan. Maar ja, je wil wel wat hebben. Ja, sorry, helaas. Dan maak je geen prijzen, geen winnaars. Dus abonneer nog even, zet een belletje aan. Vergeet eens jullie dingen te liken. Ja, we gaan even naar mijn ouders toe nog. Want we hebben vandaag Sinterklaasavond. En ja, leuk toch? Sinterklaas. Zeker. Kind komt een stoomboot uit Spanje weer aan. Ja? Nou ja, ik zie jullie zo weer mensen. Kijk eens, mooie zonsondergang. En dan komen we weer thuis. Hey, man. Dat is die man. Hey. Yo, geen poot. Achterpoot, dat is achterpoot. Ja, kan dat? Stemmen! Nee! Ga je mee? Gaan we lopen, maat. Gaan we lopen. Heb je nou alleen de schoenen meegenomen? Dat mag niet, jongen. Hè? Ja, ik hou het jou, maat. Ja. Kukjes. Theo. Ja. Allemaal honden. Hé, hey, maar wie is de liefste hond? Pablo. Pablo. Oh. Hele grootse. Echt hele grootse. Schoenen aan. Pak ze gewoon. Nee, schoenen aan. Ja. Zit er een cadeautje bij van Atos? Ja. Er een cadeautje van Atos tussen? Nee. Dit is een cadeautje 7. Even wachten op mama. Maar dit is een cadeautje 7 niet. Hé, waar is Atos dan? Dit is een cadeautje 7 niet. Alena. Nee, Alena. Mama. Ja, oh. Aytjan en Marlena, over dit cadeautje moeten jullie niet zeuren, want het moest toch een keer echt gebeuren. Want de kerst heeft nu eenmaal 2 dagen en je kunt niet steeds hetzelfde dragen. Sint heeft een hekel aan de lucht van zweet. Het is maar even dat je het weet. Houd dus beide jullie smoel. De cadeaus van een heel goed doel voor de opvang van onze lievelingsdieren. Dus kan Sint jullie hier toch wel mee plezieren. We redden hier veel honden mee en dat stelt de Sint tevreden. Groetjes Sint en Piet. Oh. Nee, Theo. Oh, nee. Oh wauw. Oh. Theo. Oh. Oh, nice. Wat is het? Een sweater. Wat heb je gehad voor Sinterklaas? Dit kalender. Agenda. Voor Pablo, mama Pablo open. En Gucci. Openmaken? Ja, voor Gucci ook. Zit Gucci ook bij voor Pablo? Pablo en Gucci. Oh, oké. Ik wil het zeggen, anders is hij aardig voor Sinterklaas. Kou stafje. Maar niet mij mijn hand bijten. Bijt tante Melena maar. Nee.